Een exoot is een plant of een dier dat van nature niet in België voorkomt, maar door de mens, bewust of onbewust, werd meegebracht en hier nu wel in de vrije natuur leeft. Een uitheemse soort dus. De rhododendron bijvoorbeeld. Je ziet die nu in vele tuinen, maar een paar honderd jaar geleden kwam die hier niet voor. Of veel langer geleden, aardappelen. Tot 1536 kwamen hier geen aardappelen voor, maar toen werden de eerste aardappelplanten uit Zuid-Amerika meegebracht. Met heel wat exotische planten of dieren is op zich niks mis. Maar soms zijn die exoten wel een probleem. Want sommigen doen het hier zo goed dat ze zich massaal gaan voortplanten en daarbij inheemse planten en dieren doen verdwijnen. De Amerikaanse stierkikker bijvoorbeeld. In de Vallei van de Grote Neten zijn er zoveel dat inheemse kikkers en salamanders er geen kansen meer krijgen, omdat de stierkikker, tja, het is een grote bullebak die alles eet wat in zijn bek past. Zelfs kuikens van watervogels staan op het menu. Nu, deze exoten verstoren het evenwicht in de natuur en dat noemen we invasieve exoten. Daarom moeten we echt oppassen met planten of dieren uit het buitenland. Want op de duur verdwijnen er wereldwijd bepaalde soorten planten en dieren door die invasieve soorten. En dus de inheemse biodiversiteit wordt bedreigd. Maar heel wat exoten komen hier ook per ongeluk terecht. Bijvoorbeeld insecten die meereizen in containers en zich dan gaan voortplanten. Of zaadjes van planten die aan de kleren van de reizigers blijven kleven. Uitheemse planten of dieren kopen, gewoon omdat het eens iets anders is, is dus niet altijd een goed idee.